Ik ben Erik Zwart, voorzitter van Plaatsen Belang de Kniepen. In 2015 onderzoek, een groot onderzoek gedaan en er is verkeer als het grootste probleem van de Kniepen uitgekomen. Mijn naam is Jasper Verwind. Ik zit in het bestuur van Plaatselijk Belang in de Kniepen. Ik ben Jan Popma. Ik ben sinds een jaar of 40 jaar naar Meijerwei. En sinds een jaar of 20 ben ik eigenlijk dwaande om het dorp te verfraaien en het verkeer beter te krijgen. Nou, we staan hier bij het Sluiske. Dit is de afslag naar Langezwaag ook. Dit is ook tevens een deel van de schoolzone. En hier komen heel veel kinderen, heel veel fietsers overheen. Kleine kinderen, maar ook fietsers uit achterland. Wat we hier gaan doen, hier komt een heel groot plein met allerlei gekke hoeken erin om de mensen erop te attenderen. U komt in een andere situatie terecht waar je echt op moet letten hoe het eruit gaat zien. Dus echt mensen attent maken. We komen in een situatie terecht waar veel gebeurt. Opletten, er gebeurt wat. Nou, dit stuk komt veel verkeer vanuit Heerenveen richting de Kniepen. En andersom, bewoners vanuit de Kniepen en omliggende streken gaan naar Heerenveen toe. En dit kruispunt zie je dat vanaf de afzonderlijke fietspaden, dat de fietspaden bij elkaar komen op één weg, waardoor het een beetje een flessenhals wordt. En het, zowel de automobilisten als de fietsers bij elkaar komen. Het is de bedoeling dat hier een soort plein komt, waar toch de het dwarfse karakter accentueerd wordt en werd door de snelheid voor het verkeer eruit hellen wordt. Komt de oren bestrating in dan in de rest en het geert wat omhoog. Dat maakt het veiliger van worden. Ja, dat moet in ieder geval daarbij dragen dat de snelheid eruit geert. Het is een hele grote vreugdedans die we gedaan hebben, absoluut ja. Ik ben erg blij. Ja, het is ook een mooie samenwerking geweest met de gemeente. En dit zijn we echt trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen in ongeveer een jaar tijd. Al die jaren dat het nou eindelijk een keer gebeurde, dat vind ik heerlijk.